Afgelopen zaterdag was het precies 24 weken geleden dat voormalig PSV-doelman en clubicoon Jan van Beveren overleed. Plotseling in zijn woonplaats Houston, Verenigde Staten. Die dag in juni ging er dus een schok door de Nederlandse voetbalfamilie en die van PSV in het bijzonder. Alle reden dus om een legendarische keeper postuum te eren. In het bijzijn van zijn oud-ploeggenoten en familie onthulde minister PSV Willy van der Kuilen samen met Roger en Raymond van Beveren, de zonen van Jan, een wandsculptuur van De Beef in karakteristieke pose, zwevend door het doelgebied. Daarna nam de weduwe Toosje van Beveren het woord en sprak de aanwezigen toe. Ik kom hier op PSV. Ik ben geen voetbalenthousiast, maar ik ben diep geïmpressed met het stadion, de organisatie en alles. Ik hoop dat deze avond voor mij al die nare herinneringen van die 24 weken geleden zaterdag zullen wegjagen. En dat ik zal denken aan deze fantastische ontvangst, dit beeldschone sculpture van Jan en al die andere dingen die hier vandaag gebeurd zijn. Ik wil graag het PSV-bestuur bedanken voor deze organisatie van dit. Ik wil ook graag bedanken de mensen die gewerkt hebben om deze avond een succes te maken. En ik dank ieder ander voor attentie en voor het feit dat iedereen hier is. Dank u wel. Uit de jaren 70 werd Van Beveren altijd in één adem genoemd met Willy van der Kuilen. Die werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 65ste verjaardag. Nog nooit had hij zoveel gasten op zijn verjaardagsfeest. Nee, zoveel niet. En zo enthousiast ook niet. Nee, dat is wel, het is voor ons niet zo. De meesten kunnen heel moeilijk lopen, zie je wel. Die met knieën en heupen zitten en al die dingen meer. Maar ja, we hebben het toch voor elkaar gekregen. Dus het is altijd wel prettig om een keer weer op het veld terug te zijn. Zo werd het dus een reunie van die legendarische groep eind jaren 70. En na de ovatie voor Skieten Willy keren we weer terug bij Jan van Beveren. Hans van Breukelen sprak over zijn idool Van Beveren. En de ceremonie kreeg een gepast einde met een gedenkwaardige minuut stilte. En bovendien lieten de supporters zien gevoel te hebben voor geschiedenis van de club. Een ode aan Willy en Jan.